Vitesse ontslaat hoofdtrainer. Toch behoudt buskaartjes. Tijgeren in Burgers Bush. En afscheid van Nijmeegse torenwachter. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Theo Bos is niet langer trainer bij Vitesse. De wegen van de club uit Arnhem en de oefenmeester scheiden zich met onmiddellijke ingang. Vanwege de teleurstellende resultaten van de club uit de Eredivisie komt het vertrek van Bos niet onverwacht. Toch is de 45-jarige trainer teleurgesteld dat hij niet meer tijd heeft gekregen. Bos kwam in 2009. Zijn contract liep nog tot medio 2012. Vitesse reageert vrijdagmiddag officieel, maar wij spraken donderdag direct Theo Bos. Theo, vanmorgen bekend geworden dat jij moet vertrekken bij Vitesse. Kwam het voor jou vanmorgen als een verrassing? Ja, voor mij wel. Omdat ik daarvoor geen enkel signaal heb ontvangen dat de werkwijze niet goed was. Sterker nog, vorige week is me nog meegedeeld dat de sfeer goed is in de groep. En dat er uiteindelijk prima getraind wordt. Dus ja, het was wel een grote verrassing. Ja, wanneer ben jij de druk echt gaan voelen van bovenaf? Ah, van bovenaf niet één keer. Ik heb me wel zorgen gemaakt over het feit dat ik niks hoorde. En dat ik ook in interviews wel aan heb gegeven dat ik weet hoe het werkt in de voetballerij. Alleen, ja goed, dat zijn dingen die je toch niet in de hand hebt. Dus ja, daar moet je ook proberen voor af te sluiten. Dus ik heb eigenlijk geen druk gevoeld. Ja goed, deze beslissing komt hard aan. Ik hoop dat het voor de club de goede beslissing is. Ik heb 27 jaar verleden bij deze club. Misschien wel meer, 28 jaar volgens mij is het nu al. Mijn baan kunnen ze me afnemen, maar het gevoel voor de club niet. Dus wat dat betreft hoop ik voor de supporters en voor iedereen die mij een warm hart toedraagt, dat Vitesse de weg in gaat slaan die ze voor ogen hebben. En dat ze een mooie toekomst tegemoet gaan. Ja, heb je veel reacties gekregen uit voetballand vandaag? Ja, dat doet wel weer goed. Ongelooflijk veel. Collega's, ex-collega's, spelers, ex-spelers. Dus ja, wat dat betreft is dat een enorme steun en daar wil ik iedereen ook voor bedanken. Ja, je hebt nu weer wat meer vrije tijd. Heb je nog plannen op korte termijn wat je gaat doen? Ach, goed, ik bedoel, het is nog vers, hè. Maar ik kan me zo voorstellen dat ik me rustig ga oriënteren. Eens op bezoek gaan bij allerlei andere clubs, meekijken. Ik heb al een aantal aanbiedingen van grote trainers waar ik eens in de keuken mag kijken. Zodat je jezelf ook daar weer op kan ontwikkelen. En ik denk dat het plan is voor de komende tijd. Een stukje scholing voor jezelf. Jezelf weer doorontwikkelen. En zorgen dat je hier weer sterker uitkomt. En nogmaals, ik hoop voor Vitesse dat het doel wat ze voor ogen hebben, dat ze dat uiteindelijk ooit zullen bereiken. En als deze tik te boven ben, ik ook weer kan genieten van mijn club. Theo, je bent anderhalf jaar, bijna twee jaar hoofdtrainer geweest van Vitesse. Hoe kijk je terug op die periode? Nou, het waren natuurlijk drie verschillende periodes, drie seizoenen. Hè. Dus in het eerste halve seizoen in januari overgenomen van Hans Westerhof. De ploeg stond er toen heel slecht voor. Nou, ze uiteindelijk uit die degradatiezone weten te krijgen en zelfs nog op een haar na Europees voetbal gemist. Maar het zij gezegd dat ik nogmaals hoop dat Vitesse, als ik deze tik erboven ben, het gewenste resultaat gaat halen. En ik gun de supporters met name en iedereen verder die mij een warm hart toedraagt bij Vitesse al het beste. Vitesse, dat in augustus werd overgenomen door de Georgische zakenman Merab Jordania, gaat per direct op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Het Nijmeegse raadslid Pepijn Omen doet zijn uiterste best om het Nijmeegse kankaartje en het Nijmeegse dalkaartje te behouden. Connection en de Stadsregio willen per 1 november af van deze kortingskaartjes. Omen wil de afschaffing in elk geval zien uit te stellen tot 1 februari, de datum waarop de strippenkaart ook verdwijnt. Maar het liefst ziet hij dat de kortingskaartjes gewoon in omloop blijven. Nou, omdat ze heel erg belangrijk zijn voor de incidentele reiziger met name, maar ook voor, voor de toeristen. En ze zijn heel belangrijk voor mensen vanuit buiten Nijmegen en buiten Arnhem, die kunnen op dit moment nog redelijk goedkoop de bus in. Denk ook aan moeders met kinderen bijvoorbeeld, die kunnen op 1 kaartje vaak de bus in. En dat kan allemaal straks, als er alleen een OV-chip overblijft, kan dat gewoon niet meer. Dus mensen zijn vaak het 5-6-voudige kwijt van wat ze nu kwijt zijn. Is eigenlijk duidelijk waarom die kaartjes moeten afgeschaft worden? Het heeft in ieder geval te maken met de OV-chip. Dus de Stadsregio zegt wel van niet, maar het heeft wel alles heeft met elkaar te maken natuurlijk. De OV-chip zorgt ervoor dat een papieren kaartje niet meer kan.
Dus daar moet je dan een chipalternatief voor hebben. Maar daarnaast is er ook het bericht dat Connexion de kaartjes nu te goedkoop vindt. Dus dat ze er te veel verlies op leiden. Hoeveel verlies? Ik zou het niet weten. Want Connexion komt niet met cijfers. Dus dat blijft een beetje gegis. Ik zeg dan van ja, laten we die kaartjes iets verhogen. Ze zijn nu 2,20 of iets in die orde vergroten. In sommige gevallen 3,30. Laten we het iets omhoog gooien en dan kunnen ze wel behouden blijven. Hoe populair de kortingskaartjes nu daadwerkelijk zijn is lastig aan te geven. Voor cijfers verwijst de stadsregio door naar Connexion. De vervoerder geeft op zijn beurt aan geen cijfers te willen geven, wat de bedrijfsgevoelige informatie betreft, waarmee de concurrentie haar voordeel zou kunnen doen. Wat doet u precies om die kaartjes toch te behouden? Nou, volgende week in de Stadsregioraad ga ik een motie indienen. En ik ben nu druk bezig met het verzamelen van steun daarvoor bij mijn medeleden uit de omringende gemeente en bij Arnhem enzovoorts. En ik denk dat ik die steun wel kan krijgen. En die motie die roept het college van bestuur van de Stadsregio op, die het uiteindelijk voor het zeggen heeft, om toch met Connexion te gaan regelen dat die kaartjes blijven. Mocht een meerderheid binnen de Stadsregioraad nou ook voorbehoud zijn, in hoeverre kan dat nog effect hebben? Nou ja, dan zal het college van bestuur de onderhandelingen weer moeten openen met Connexion en zeggen tegen Connexion van goh, kom met een plan om die prijs dan eventueel omhoog te gooien of wij geven er als Stadsregioraad of als Stadsregio meer geld voor, maar waarschijnlijk is het eerder zo dat de reiziger dan iets meer gaat betalen voor zo'n kaartje. Maar in ieder geval om dus dat te regelen. En ja, het college van bestuur kan in principe zo'n motie naar zich neerleggen. Maar dat is natuurlijk niet verstandig als ze de wens van alle gemeentes naast zich neerlegt. Hoe schat u uw kansen in? Goed. Ja, ik zie dat veel van de omringende gemeentes en Arnhem, die vinden het allemaal een heel goed plan om dat kankaartje te houden. En het moet dus gewoon gaan gebeuren. Maandag praten de leden van de Arnhemse gemeenteraad over een voorstel om vanaf 2011 jaarlijks een bedrag van €240.000 beschikbaar te stellen voor het beheer van Park Lingenzege. Arnhem heeft al 5,7 miljoen in de realisatie gestopt. De stukken van het voorstel gaan er echter vanuit dat Nijmegen niet wil meebetalen, maar de Nijmeegse wethouder Jan van der Meer is daarop teruggekomen. Als Nijmegen toch gaat meebetalen, daalt de bijdrage van de overige deelnemers. Eerder dan vorig jaar het geval was, is de limiet op het aantal inschrijvingen voor de Zevenheuvelenloop al bereikt. De 27e editie van het jaarlijkse hardloop-evenement is ontzettend populair gebleken. Hoewel individuele deelname nu niet meer mogelijk is, kan er wel worden deelgenomen aan de bedrijvenloop. De organisatie verwacht op 21 november een record aantal deelnemers. De start is om 1 uur op de Groesbeekseweg in Nijmegen. Veel inwoners uit onder meer Gelderland vliegen voor hun vakantie of zakelijke bestemming vanaf vliegveld Wezen. Het aanbod van vluchten zal aankomende zomer echter drastisch minderen, nu bekend is gemaakt dat de Duitse chartermaatschappij Hamburg International failliet is verklaard. De Airbussen van deze maatschappij verzorgden jaarlijks ruim 30.000 Nederlanders naar populaire vakantiebestemmingen vanaf Airport Wezen. Een dagje Burgers Zoo, een ideaal gezinsuitje. Maar in plaats van allerlei exotische dieren tegen te komen, liepen de bezoekers woensdagmiddag heel wat anders tegen het lijf. Namelijk militairen van de luchtmobiele brigade. Het 11e bataljon traint deze week namelijk in het Burgers Bush, om zich zo voor te bereiden op een internationale oefenmissie in Senegal. Ja, het gaat voornamelijk om het klimaat dat we hier in Nederland hebben. Het is natuurlijk erg koud op dit moment. Terwijl de overgang naar Senegal zitten we daar in 30 graden plus. En voor de kerels is het daarom hier in de bush, waar het klimaat waar het lekker warm is. Heel veel zweten. Kunnen ze hier goed de basis leggen om straks daar in Senegal eigenlijk goed uit de voeten te komen. Vanwaar deze samenwerking? Nou, allereerst zitten we heel dicht bij elkaar. We zijn hele goede buren van elkaar. Hè? Dus als we elkaar kunnen helpen, dan doen we dat graag. Zij zijn wel eens bij ons geweest, hebben vrijwilligerswerk gedaan in het verleden. Hè? Dan hebben ze een hele peloton mannen die wat klussen bij ons hebben opgeknapt. Nou, daar zijn wij heel blij mee. Nu kregen we dit verzoek binnen. We vonden het een heel creatief verzoek. Hè? Dat is een bijzondere vraag natuurlijk. En we hadden zoiets, ja, als we de militairen kunnen helpen, doen we dat graag. Vandaar is het zo interessant voor Burgers Bush dat ze hier gaan trainen. Nou, wat wij heel erg leuk vinden aan het voorstel en ook aan de samenwerking is dat zij hebben beargumenteerd. Ja, goh, we hebben op dit moment zoeken we echt een locatie waar we zo realistisch mogelijk kunnen trainen. We gaan naar het tropisch regenwoud van Senegal. Nou,
nergens in Nederland heb je een plek die dichter bij de klimatologische omstandigheden van het tropisch regenwoud in de buurt komt. Nou, dan moet je dus naar Burgers' Bush. En we hebben ook nog eens een keer een oppervlakte hier van 3 voetbalvelden. Dus die militairen kunnen hier heerlijk trainen en zich goed voorbereiden op die zware missie daar. Het is dus de bedoeling dat de soldaten na sluitingstijd een paar uur trainen in het nagebootste regenwoud. Aangezien Burgers' Zoo en de militairen in Schaarsbergen buren van elkaar zijn, wilde de dierentuin best een handje meehelpen. Zolang de dieren maar hun welverdiende rust krijgen. Nou, we hebben samen met de sportinstructeurs van de luchtmobiele brigade zijn we een aantal keren bij elkaar geweest. Hebben heel goed doorgesproken van wat kan wel en wat kan niet. Want we hebben hier natuurlijk ook dieren die hier leven. Die moeten 's avonds van hun nachtrust kunnen genieten. Dus wat hebben we gedaan? We hebben alleen de verharde paden hebben we beschikbaar gesteld. En alle niet verharde paden, nou, daar kunnen de dieren dus in alle rust 's avonds zich terugtrekken. En daar hebben ze ook geen last van die militairen. En dan heb je weer het voordeel, 3 voetbalvelden groot. Dus ja, ze hebben absoluut heel veel plekken waar ze in alle rust zich kunnen terugtrekken en geen last hebben van hardwerkende militair. Vorige week zijn jullie dus al begonnen. Hoeveel weken gaat deze training dan nog door? Nou, we zitten nu in de laatste fase. Hè, want het mooiste zou zijn als we natuurlijk voordat we vertrekken hier de hele tijd kunnen verblijven. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus vorige week hebben we 4 avonden getraind. We zijn deze week op vakantie. Volgende week trainen we nog 3 avonden. En dan maken we ook op de kazerne maken we gebruik van trainingen. Dan zetten we de verwarming in de gymzaal zetten we hard aan en dan doen we voornamelijk circuittrainingen binnen. In november trekken de militairen van de luchtmobiele brigade erop uit om hun training toe te passen in het Afrikaanse regenwoud in Senegal. Na bijna 32 jaar lang vol hartstocht en liefde haar rol als torenwachter te hebben vervuld, zet Willemien Wannet een punt achter haar carrière. De 66-jarige torenwachter heeft in haar tijd vele lezingen en rondleidingen gegeven in haar toren. In 2009 werd ze al een keer geëerd met de zilveren Waalbrugspeld. En donderdagmiddag wordt ze nogmaals geëerd, de gelegenheid van haar afscheid met een boek. Toepasselijk genaamd De Laatste Torenwachter. Ja, ik vind dat natuurlijk leuk. Maar ik vind het ook wel veel eer. Omdat ik mijn werk... Ja, met alle liefde en plezier voor de stad heb gedaan. Ik zie dat nou niet echt als een... anderen zien dat dan wel. Maar ik zelf, anders zou ik helemaal niet hebben kunnen werken. Als ik het niet met plezier gedaan zou hebben. En dat ik mijn stad niet kan verkopen. Dus ik, maar ik vind het achteraf. Ik had er in het begin wel... wilde ik het niet. Maar ja, er is toch een klein beetje... Hebben ze me kunnen overtuigen dat het toch goed was voor... Om het voor het nageslacht... Dat het bewaard blijft. Een torenwachter die was in dienst van de gemeente om de stad te bewaken. Hè? Die moest zien of de vijand eraan kwam. Hè? Ja, nou hoef ik die taak niet meer te voeren of de vijand eraan komt. En de klokken luiden, dus dat moet ik dan wel af en toe doen. Maar die had een hele belangrijke functie. 24 uur stonden de torenwachters op de toren. Maar met de komst natuurlijk dat de stadswallen werden afgebroken, werd de stad ook groter. En dat er brandbeveiliging kwam. Hè. Dus dat, vroeger moest de torenwachter natuurlijk ook de brand melden, ook als de brand in de stad was. Dus is die functie langzamerhand, omdat je bliksemafleiders nu hebt, hè, is die functie, ja, torenwachter met een modern jasje. Hè. Dus de laatste, ja, sinds, ja... Ik tenminste 31 jaar lang hoofdzakelijk rondleidingen en wat vertellen van de geschiedenis van dit gebouw. Ja, en dat groeit zich dan uit naar de geschiedenis natuurlijk van de stad. Hè? Willemien Wannet heeft in haar loopbaan vele speciale momenten gekend. Maar er zijn ook momenten geweest waardoor het allemaal wat minder fijn was. Ja, als de acties in Nijmegen waren. Hè? En met name zo rond de Vierdaagse. Hè? Allerlei actievoerders die... Ja, de toren proberen te bezetten met spandoeken. Dit is natuurlijk een prachtig punt, hè. Snap je wel, hè. En dan, ik ben er gelukkig altijd goed uitgekomen. Is het nu een goed moment voor u te stoppen? Ja, je moet een keer ophouden, hè. Ik ben 66. Ik heb vorig jaar dan, toen ik 65 werd, 2 jaar gezegd dat ik nog bleef. Dus 1 juni 2011, dan stop ik definitief. Dus ik ben nu heel veel dingen aan het afbouwen natuurlijk. Hè. Maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon een keer stoppen. Hè. Het houdt een keer op, hè. Dat besef ik ook wel. Hè.
Maar ja, ik ga gewoon door met het promoten van de stad. Hè. Door allerlei presentaties waar ik voor word gevraagd. Hè. Ik heb het de afgelopen weken weer heel druk gehad met die powerpoints die ik helemaal samengesteld. Over de geschiedenis en over de toren en over van alles en nog wat. En dat geeft ook voldoening. Hè. Die mensen heel dankbaar zijn. Hè. Dus het gaat wel door wat mij betreft. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending op DVD bestellen of nog eens terugkijken? Surf dan naar www.kanaal13.tv. Straks weer een aflevering van NEC TV. Direct na het weer. Dus blijf kijken en graag tot morgen.